Welkom op het bedrijf van familie De Man uit Herwijnen. We hebben een melkveebedrijf met ongeveer 85 melk- en kalfkoeien en daarbij 70 stuks jongvee. De productie van die melkkoeien is jaar rond ruim 12.000 kilogram melk. We melken 3 keer per dag in een 2x9 swing over. Weidegang vinden we een heel belangrijk punt om ook duurzaam en efficiënt en economisch te produceren. Dit is dus Venus 36, een Norwin Malgibor. Bijna 85.000 kilogram melk heeft ze op de teller staan. Met 4,30 vet en rond de 3,80 eiwit. Het celgetal is altijd laag. Ze is enorm vruchtbaar. Uiermelk goed weg. Elke keer in 1 inseminatie is ze drachtig geworden. Op het moment is ze drachtig van Rubicon. Dat geeft toch wel eens de vruchtbaarheid aan die enorm goed is. Ook de persistentie. De tussenkalftijd is daardoor wat aan de hoge kant. Daar hebben we dus bewust voor gekozen omdat ze zo persistent is en zo makkelijk door blijft geven, produceren. Want de laatste lijst wordt ze voorspeld op 14.000 kilogram melk met 4,87 vet en 3,83 eiwit. En dat resulteert in een lactatiewaarde van 120 plus. Dus ja, dat is denk ik heel mooi om te zien hoe laat rijp deze koe is en hoe makkelijk ze het doet. En de productie vanaf vaas tot nu toe is 39,4 gram kilogram melk per dag. Dan gaan we kijken naar het exterieur. Dan denk ik dat ze optimale breedte en hoogtemaat heeft. Gecombineerd met kracht en melktype, spijkeraard beenwerk, een uier wat er goed onder hangt met een perfecte speenplaatsing. Kijken we ernaar naar de bovenlijn, die is ook mooi sterk en strak. En de lenderen, wat ik ook heel belangrijk vind, liggen ook goed aangesloten. Ze vertoont nog geen enkel spoortje van slijt. Onopvallend in de koppel, altijd aan het voerrek te vinden. Hoe ouder, hoe beter, zeggen ze wel eens. Mooi om te zien dat de koe die bijna 9 jaar is en in juli voor de 7e keer hoopt te kalven, nog zo erbij staat.